Dit is de Twentse Kiekkast. Op de regenboogschool in Borne werd in het kader van een project over vliegen een hete luchtballon opgelaten. Het mandje waarin de vliegers plaatsnemen, hier de zak waarin de luchtballon opgevouwen zit en de ventilator waarmee als de ballon nog op de grond ligt hij wordt opgeblazen. De kinderen werden door meneer Verkade in een keurige kring om de ballon gezet, want al te dicht mag hij daar natuurlijk niet bij komen. Boven het mandje werd de brander gebouwd. Mevrouw Pietersen was ook van de partij om het startschot te geven. En alle kindertjes van groot tot klein keken ze. Er werd alvast op de kaart gekeken hoe de windrichting was en welke kant de ballon op zou vliegen. Ja, maar Nico, waarom doet u die ballon van bovenaan? Die halen we er zometeen boven. Ja, ik wil het vragen. Waarom doet u die ballon boven op als jullie die branden staan? Hoe komt ze met al die buttetjes aan? Er zit een hele grote orka onderin. Hoe komt er met al die speltjes daar? Ja, die krijg ik van allerlei andere ballonvaders. Kijk, mag ik er in? Ik heb er niet meer. Ik wil het zien. Ik heb die ballon mee. Oscar. Ja? Een hele mooie zilverkleurige ballon. Waar Letta op staat. Letta. Ga jij toch naar de plaats van de kring? Meneer, hoe lang doet jullie die gaspoten aan? Gasbrand? Die doen we zometeen. Ik ga nou zometeen eerst doen ze een keer aan om te testen. En dan bouwen we de ballon eraan. En dan gaan we de lucht in. Hoe gaat die ballon? Ja, maar hoe lang doen jullie dat als die bovenin en doen aan en dan weer uit? Elke halve minuut doen we hem een keer aan. Oh ja. Een halve minuut? Terug. Gaan jullie die ballon hier vastmaken? Een kabeltje? Wat bent u nu aan het doen? Dit is een hoogtemeter. Ik kan precies zien. Ja, ik kan precies zien hoe hoog ik zit. Zodra die beneden, zodra die op een 0-0-0 staat, de kaboom vliegt naar mijn mond. Gaan jullie nu terug naar de plaats in de kring, want iedereen is geweest. Ja, onze piloot Oscar Drachts had handen en ogen tekort bijna om de vragen te beantwoorden en toch zijn hoofd bij het opblazen van de ballon te hebben. Daar ligt de ballon die uit die zwarte zak kwam. Die wordt nu netjes aan de mand vastgemaakt met kabels. Hier ligt de ballon helemaal uitgevouwen. Of uitgerold eigenlijk, nu moet hij nog uitgevouwen worden. En dan wordt er met een ventilator koude lucht ingeblazen, zodat hij zijn vorm krijgt. Oh!
Wat jullie hebben? Twente Tower, this is Hot Air Balloon, the Papa Hotel, India, Sierra, Oscar, radio check on 119.95. Papa Hotel, India, Sierra, Oscar, just airborne above Bonne, heading is Hengelo, we intend to land as soon as possible. Papa, Sierra, Oscar, 30.1033, de wind over het Twente, 330, we don't need 3 dots. Wat voor gas gebruiken jullie nou? Er zit propaangas in de tanks. Omdat dat winter en zomer als gas heel goed gebruikbaar is. Voor leger lijkt me het angstwekkende van beneden dat je die vlam steeds in die ballon ziet schieten. Dat men denkt van nou dat hoeft maar even mis te gaan en een heleboel duvelt naar beneden. Ja, dat is misschien ook wel zo, maar de ballon is heel veilig opgebouwd uit allerlei panelen, dus maximaal kan er maar één paneel kapot scheuren en nou, dan hou je hem ballon nog makkelijk in de lucht, geen enkel probleem. Hij zit met zoveel bevestigingen vast dat hij dan niet naar beneden valt. Nee, er gebeurt heel weinig meer. Ja, dat gevoel heb ik nu wel, alhoewel dat... Hij kan niet dippen. Ja, ik hoop dat dat... En was het niet zo lang, een half uur? Nou, vliegveld Twente die heeft nogal druk verkeer op het moment. Dus dan betekent het eigenlijk het eerste, de beste veld dat we tegenkomen, moeten we in landen. Maar als we dus echt richting Delden blijven gaan, dan misschien dat er nog wat langer in zit. Nee. Maar het zal zo rond een half uurtje uitkomen. Ja. Hoe snel vliegen we nou? De snelheid zal rond de 6 km per uur zijn. Voor de kinderen in Borne, hier kijken we op het bruggetje waar de stroom S ingaat. En we kunnen prachtig zo de weg volgen. We zitten nu op een, ik schat een 100, 150 meter. Hoe hoog zitten we? 100 meter. 100 meter. En ik volg de even straat naar de school. En de school die ligt daar achteraan. Ik zal even inzoomen. Zo. Dan zie je de kinderen nog op het veld, je kinderen op het veld daar. Die kijken nog steeds de ballon na. De ballon vervolgt nog over. We vliegen nu pal boven de straat Almelo-Borne. En het is een heel mooi gezicht om zo pal op het kruispunt te kijken. Ik volg hem even richting Almelo. Heel mooi. En nu heb je een prachtig gezicht op de stroom. Ik zei dus op de stroom S. Als de brander gaat, dan is het een oorverdovend lawaai. Maar voor de rest hoor je alleen hier het zuizen van de brander op de spaarbrander, zeg maar. En verder niks. Mensen kijken omhoog. Als ze dat lawaai horen van die brander. En met een vliegtuig kom je maar zelden op deze hoogte over. Daar heb je Oud-Borne. Ja,
Ja, voor de kinderen uit Borne is dit een prachtige gelegenheid om eens naar een dorp te kijken. Ik ga heel langzaam bewegen vanaf de Bornse straat richting het centrum. En ik denk dat je een heleboel zult herkennen. Ik zal ze nu dan even inzoomen. Op de kerk. En als je zo nu aan het beeld even stilzet, dan kun je eens wat rustiger kijken naar de plaatjes. Prachtig gezicht om zo op 100 meter hoogte boven Borne te vliegen. De camera die kijkt nou op een apparaatje, is dat een hoogtemeter? Dat is de hoogtemeter, ja. En de stijg-daal snelheidsmeter. Ik kan exact op zien hoe snel ik stijg en daal. Ja, ja. En dus de hoogte die op het moment 88 meter is. En zo gauw die begint te piepen, dan is dat een teken ook dat we dalen. Dus een teken dan weer om gas te geven? Ja, een klein beetje, ja. Tenminste, als je op hoogte wil blijven. Ja. Ja. Je ziet de kaart van deze omgeving liggen. En ja, het gaat heel simpel. Je kunt naar beneden kijken en je kunt denk ik vrij aardig volgen waar we zitten. Hè? Met de wegen. Kunt u even aanwijzen waar we nu precies zitten? Ja, dit is een luchtvaartkaart. Misschien dat Oscar dat ja, dit is. Zal ik hem even hoog houden? Dit is een min dan 100 meter. Dit is een specifieke luchtvaartkaart. Ja. Waar dus alle luchtverkeersregels op staan vermeld. En we zitten dus nu exact midden boven Borne hier. En dit paarse gebied, dat is het gebied van Vliegveld Twente. Daar mag je officieel eigenlijk niet in zonder toestemming. Ik heb dan ook toestemming gekregen om wel een opstijging te maken. Maar we moesten wel zo snel mogelijk weer naar beneden in verband met drukke oefeningen op het vliegveld. Ja, in een van de vorige kickkasten heb ik wat laten zien van... de afbraak van Spanjaard en dat gaan we nu eens even vanuit de lucht bekijken. Ja, scherp vertellen. Zo. Nu kun je prachtig zien hoe dat Spanjaard complex, hoe groot dat was en hoe het er nu uitziet. En hoeveel er al afgebroken is. Ik kijk nu richting Borne, of richting Hengelo. En dat is een beetje... Dan zie je voor het laatst denk ik de koeltorens nog uit de verte. Want het zal niet lang meer duren of die zijn weg. En lager. Dat is mooi. Even wat te draaien. Een beetje warm lucht ontsnappen. Ja. Even branden. Thank you.
Papa Sierra Oscar, altitude 300 feet at the center of Borne. Zo te zien gaat het niet al te hard, hè? Als ik in Nederlands verder mag, nee, het gaat beslist niet al te hard. Ik probeer hem ook aan de andere kant van Borne naar beneden te doen. We zijn op de radar zichtbaar van Twente? Nee, we zijn niet zichtbaar op een radar, maar ze houden steeds radiocontact met ons. En omdat er nog wel eens een vliegtuig langskomt, die meldt ons dat wij in de lucht zitten. Ja. Dan moet je volgens mij aardig uitleggen. Een 100 meter gaan. Ja. We zijn nu een slag gedraaid. Ik vlieg nu weer pal boven de straat. En ik kijk nog even weer naar beneden. Dit is mooi voor een plattegrond. Als je in de klas zit, dan moet je wel eens een plattegrondje tekenen van een huis. Of van een tafeltje of een stoel. Nou, hier kun je prachtig zien hoe een huis er van boven uitziet. Een tuintje. Ik zal even inzoomen. Vertel maar eens hoe dat allemaal, wat je allemaal ziet. Je kunt in de verte kinderen horen schreeuwen. Dan komen er nog steeds meer uit school. Ja, die kinderen hebben natuurlijk in de klas die branders gehoord. En misschien heeft iemand uit het raam gekeken en de ballon gezien. En dan mogen ze even kijken buiten. Ook kun je prachtig nu de kerk zien van boven. En de school.
daar kijk ik op het schip in Barne. Tenminste, dat vermoed ik. Of zit het ergens anders? Nee, dat is het schip niet. Dat is het schip. Hier kom je vanaf het kruispunt Borne binnen en daar heb je het schip. Ik volg de straat nog even naar het centrum van Borne. En daar is het centrum. Het gepiep op de achtergrond is te horen dat we landen. Oh, we zijn bezig in elk geval te dalen. En ik denk dat we daar dat weidje daar bij die weg opzoeken. Of die wei daar bij die prachtige eikenboom. Dat is wat groter. Hier.